Sinterklaas. 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 Kleine Klaas. Kleine Klaas. Kleine Klaas. Later toen hij groot was, Sinterklaas. Sinterklaas. Zingen. Kleine Klaas werd vroeg wakker. Wat hoor ik toch allemaal? Hij wreef zijn ogen uit. Boven zijn hoofd op het dak floten de vogels een ochtendlied. In de badkamer zong opa Nino. Beneden in de keuken hoorde hij oma meeneurien met de muziek uit de radio. Kleine Klaas werd er helemaal vrolijk van. Hij rende naar de badkamer en trok de deur open. Goedemorgen, opa! Opa Nino was van top tot teen in badschuim gehuld en hij zong uit volle borst. Goedemorgen, kleine Klaas, heb je lekker geslapen? Heerlijk, opa, zong kleine Klaas terug. Kleine Klaas moest erg om opa lachen. U lijkt wel de verschrikkelijke schuimman. Ha, de zingende schuimman, zul je bedoelen. En opa zong weer verder. Goedemorgen, oma. Goedemorgen, kleine Klaas. Wat een leuk liedje is dat op de radio. Ja, hè, kleine Klaas. Luister eens heel goed. Hoor je niet wie dat is? Kleine Klaas luisterde ingespannen. Oh ja, nu hoor ik het pas. Het is mama. En samen zongen ze het liedje uit volle borst mee. Laten we buiten een kopje thee drinken, kleine Klaas. Ja, lekker, oma. In de schaduw van de olijfboom dronken ze thee en aten een broodje. De krekels in de boom maakten ook muziek. En zelfs de haan op de kerktoren kraaide 8 uur. Oma, ik werd zo leuk wakker. Het leek wel of de hele wereld aan het zingen was. Ja, kleine Klaas, daar word je vrolijk van. Er zijn ook zoveel liedjes die je kunt zingen. Liefdesliedjes, voor als je van iemand houdt. Feestliedjes, voor als het feest is. En verjaardagsliedjes, oma. Ja, kleine Klaas. Ja, ook verjaardagsliedjes. En het leuke is dat je ook zelf liedjes kunt maken. Net als mama Carmen. Zij schrijft haar eigen liedjes. Knap, hè? Ik zou ook wel een liedje willen schrijven, oma. Nou, dan doe je dat toch? Ja, maar waarover dan? Nou, je kunt een liedje schrijven over jullie stoomboot, of hoe de maan mooi door de bomen schijnt, of over iets anders wat je leuk of mooi vindt. Cadeautjes, oma, cadeautjes vind ik leuk. Ja, je kunt ook samen met een vriend een liedje schrijven. Oh, Jotem, riep kleine Klaas. Ik ga met Pedro een liedje schrijven. Wat een goed idee. Kom op, Avrigo, we gaan meteen naar Pedro. Ja. Hij reed door de smalle straatjes van het dorpje. En het viel kleine Klaas nu pas op dat eigenlijk iedereen in Spanje de hele dag zong. Buurvrouw Zorita was jarig en uit haar raam klonk een verjaardagslied. Hij reed langs 2 schilders die op de steiger luid aan het zingen waren. En op het dorpsplein was een band aan het oefenen voor de feestweek. Vlak bij het huisje van Pedro hoorde kleine Klaas iemand op zijn trommel slaan. Het was Pedro. Kleine Klaas, moet je horen hoe gaaf dit klinkt. Hij gaf een roffel op zijn bongo's. Super vet, cool, te gek of tof toch? Zei Pedro trots. Nou ja zeg, wat kun je dat goed? Zei kleine Klaas. We kunnen wel een band beginnen, want ik ben speciaal naar je toegekomen om een liedje met je te schrijven. Geweldig, riep Pedro blij. We beginnen een band, dat noem ik nog eens een goed idee. Ze pakte pen en papier en begonnen te schrijven. Na een uur van schrijven, doorstrepen en opnieuw weer schrijven, was het liedje af. Welkom bij een nieuwe show van Kleine Klaas en Pedro. Kom maar bakker Jansen, gaan we lekker dansen. Alle buren opgelet, jullie zijn het showballet. Hey, la 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 la. Pedro's vader en moeder stonden te luisteren. En ook de buren hingen uit hun ramen. De bakker was gestopt met bakken. En zelfs de postbode die altijd haast had, was van zijn fiets afgestapt. Zonder dat Kleine Klaas en Pedro het door hadden, was het hele binnenplaatsje van Pedro's huis volgelopen met mensen. En toen het liedje was afgelopen, begon iedereen te juichen. Nog een keer, het hele liedje nog een keer. Pedro en Kleine Klaas werden er verlegen van, maar ze speelden het lied nog een keer. En nog een keer. En toen, voor de allerlaatste keer. Daarna ging iedereen naar huis. Kleine Klaas was schor van het zingen en Pedro had pijn aan zijn vingers van het trommelen. Maar wat was dat leuk, samen muziek maken. Kleine Klaas, kleine baas. Het later toen hij groot was, Sinterklaas. Sinterklaas. Kleine Klaas. Kleine Klaas. Kleine baas. Kleine baas. Het later toen hij groot was, Sinterklaas.
Sinterklaas. De vlieger en de schoorsteen. Klaas, Klaas, waar ben je? Hier, Pedro, in de stal. Ik ben Abrigo aan het borstelen. Ja, ja. Kleine Klaas terug. Hijgend kwam Pedro de stal binnengestormd. Kijk, hij hield een prachtige vlieger omhoog. Oh, wat mooi, zei kleine Klaas met grote ogen. Hoe kom je daaraan? Gemaakt? Ik heb hem helemaal zelf gemaakt. Pedro stak trots zijn borst naar voren. Helemaal alleen? Vroeg kleine Klaas verbaasd. Nou ja, zei Pedro. Opa Arturo heeft me een beetje geholpen. Zullen we kijken of hij het doet? Er staat een lekker windje. Kleine Klaas liet meteen zijn borstel vallen en trok Afrigo mee naar buiten. Op het pleintje voor de kerk stak Pedro zijn natte wijsvinger in de lucht. Wat doe jij nou? Vroeg kleine Klaas verbaasd. Je steekt eerst je vinger in je mond en dan hou je hem in de lucht. Waarom doe je dat? Nou, dan weet ik waar de wind vandaan komt. Want die blaast mijn vinger aan die kant droog, zei Pedro. Wat een slimme vriend heb ik toch, dacht kleine Klaas bij zichzelf. Pedro rolde met zijn ogen en zei toen beslist... De wind komt vanaf de kerktoren. Kom op, Klaas, pak de vlieger. Kleine Klaas liep met de vlieger in zijn hand achteruit. Is het zo ver genoeg, Pedro? Hartstikke goed, Klaas. Ik ga nu tot 3 tellen. En als ik bij 3 ben aangekomen, laat jij de vlieger los, oké? Oké, Pedro, riep kleine Klaas stoer terwijl hij zijn duim omhoog stak. 1, 2, 3, los! Riep Pedro. Kleine Klaas liet de vlieger los en Pedro trok hard aan het vliegertouw. De vlieger schoot als een raket omhoog. Hij ging hoger en hoger en hoger en hoger. Kleine Klaas stond te dansen van opwinding. Gaaf, Pedro, wat gaat hij hoog? Pedro wikkelde steeds meer touw van zijn haspel af. Nu was de vlieger nog maar een klein stipje aan de blauwe hemel. Jeminee, wat kan je vlieger hoog, riep Klaas uit. Pedro stond te glunderen en hij hield het touw stevig vast. En toen ineens brak het touwtje. De vlieger dwarrelde stuurloos door de lucht en kwam langzaam naar beneden. Zijn lange staart met kleurige papiertjes zwiepte wild in het rond. Met hun handen boven hun ogen volgden de vrienden de vallende vlieger. Met een harde klap knalde hij tegen de pannen van het dak en bleef daar stil liggen. De duiven in de dakgoot vlogen verschrikt op. Gelukkig maar, zei kleine Klaas opgelucht. Hij ligt op ons dak. Kom, Pedro, we gaan hem halen. Als aapjes klommen ze via de regenpijp naar boven. Behendig trokken ze zichzelf op aan de dakgoot. Ze leken wel circusartiesten. Ze klauterden over de dakpannen naar de punt van het dak. Hoog, man, zei Pedro. Bijna net zo hoog als de kerktoren. Kijk, daar ligt de vlieger. Bovenop het dak stond een stevige wind. Ze hielden de schoorsteen stevig vast. Ben jij bang? Vroeg kleine Klaas aan Pedro. Pedro lachte al zijn tanden bloot. Bang? Ik? Nee hoor. En om te laten zien dat hij geen hoogtevrees had, liep hij een stukje over de punt van het dak heen. Nu jij, zei Pedro. Maar kleine Klaas hoorde hem niet. Hij had zijn oor tegen de schoorsteen gelegd. Pedro, moet je horen, zei kleine Klaas zacht. Ik hoor opa en oma beneden in de keuken praten. Pedro legde ook zijn oor tegen de schoorsteen. Inderdaad, ik hoor ze ook. Het lijkt wel alsof ze naast me staan. Plots kreeg Pedro een idee. Let goed op, Klaas. Pedro zette zijn mond op de schoorsteen en riep zo hard als hij kon. Boe! Oma schrok zich een hoedje. Opa, die de twee deugnieten omhoog had zien klimmen, moest er erg om lachen. Ze zitten boven op het dak, liefie. Oh, 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 wat een boeven om er zo te laten schrikken, zei oma boos. Opa, er komt een cadeautje voor u aan, riep kleine Klaas door de schoorsteen. Kijk maar naar de open haard. Kleine Klaas liet de vlieger voorzichtig aan het touwtje door de schoorsteen zakken. Dankjewel, kleine Klaas en Pedro, galmde de stem van opa door de schoorsteen omhoog. Zo'n mooie roetzwarte vlieger heb ik nog nooit gezien. Maar oma kon er niet om lachen. Ze vond het veel te gevaarlijk. Kom onmiddellijk naar beneden, kwajongens, zo vallen jullie nog. Lachend lieten Pedro en kleine Klaas zich langs de regenpijp naar beneden zakken. Oma had ondertussen een wastobbe gevuld met water. Hier, moeten jullie kijken, jullie zijn pikzwart geworden van het roet uit de schoorsteen.
Kleine Klaas keek Pedro aan. Het gezicht van zijn vriend zat vol met zwarte vegen. Hij rolde over de grond van het lachen. Hé, hey, heb jij jezelf wel eens gezien? Riep Pedro. En nu kregen ze allebei de slappe lach. Oma trok hun kleren uit en duwde Kleine Klaas kopje onder in de tobbe. Ze schrobde hem tot hij weer helemaal schoon was. Wat een mooie schuimbaard heb jij, Kleine Klaas. Je lijkt wel op Ninos, de broer van opa. Pedro stond naast de tobbe met zijn roetzwarte koppie. Moet je die twee nou toch eens kijken, liefie, lachte opa Nino. Daar kan je toch niet kwaad op blijven? Nu moest oma ook lachen. Opa pakte het fototoestel en maakte een foto van de twee vrienden. En die foto, daar moeten ze nu nog steeds om lachen. Kleine Klaas, kleine baas. Werd later toen hij groot was Sinterklaas. Kleine Klaas, kleine baas. Werd later toen hij groot was Sinterklaas. Afrigo, de circusezel. Klaas, Klaas, je raadt nooit wat er op het strand staat. Pedro kwam de keuken van oma ingerend. Wat dan, Pedro? Vroeg Kleine Klaas nieuwsgierig. Een echt circus met wilde dieren, clowns, de sterke man en acrobaten. Ga je mee kijken? Ja, geweldig, riep Kleine Klaas enthousiast. Mag het, oma? Ja hoor, ga maar, zei ze lachend. Zorg wel dat je voor het eten thuis bent. Ja, oma, zei Kleine Klaas en hij gaf haar een dikke zoen. De vrienden sprongen op hun ezeltjes en reden langs de kronkelige weg naar de haven. In de verte zagen ze de circustent al staan. Het was een prachtige tent. Er stonden houten woonwagens en dierenkooien omheen. Wat is het stil, zei Kleine Klaas toen ze bij het circus aankwamen. Waar is iedereen toch? Iedereen is ziek, antwoordde een treurige stem. Ze draaiden zich om en daar zat een hele verdrietige circusdirecteur op de trap van zijn woonwagen. Ziek? Riepen de twee vrienden uit. Ja, iedereen is schnipverkouden. De clowns, de acrobaten, de sterke man en ook alle dieren. Wat moet ik nou toch doen? Jammerde de circusdirecteur. Vanmiddag is de voorstelling en iedereen is ziek. Pedro en Kleine Klaas keken elkaar aan. Wij gaan u helpen, directeur, zei Pedro dapper. Ik heb een ideetje, zei Klaas. Luister maar. In de woonwagen van de directeur vertelde Kleine Klaas zijn plan. Als we nou eerst eens eventjes dat doen. En dan gaan we geweldig. Prachtig. Fantastico, wat een goed idee, riep de circusdirecteur uit. Kom op, we beginnen meteen. Kleine Klaas liep met Afrigo de circustent in. De circusdirecteur plakte posters in het dorp. En ondertussen haalde Pedro op zijn ezeltje opa Nino en oma. Niet veel later stonden de eerste mensen al voor de kassa van het circus. Oma verkocht de kaartjes en opa Nino bracht de mensen naar hun plaats. In de muziekbak zorgde Pedro voor de muziek. Toen de circustent helemaal vol zat, verscheen de directeur in de arena. O, geëerd publicum, riep de directeur uit. Vanmiddag zit u niet in zomaar een circus. Nee, vanmiddag zit u in een heel bijzonder circus. De acrobaten doen de gevaarlijkste dingen en de clowns zijn beestachtig grappig. Maar, dames en heren, we beginnen met de wilde dieren. Daar kwam Kleine Klaas met een zweep in de piste. En Afrigo sloop als een gemeen kijkende leeuw om hem heen. Op het knallen van de zweep sprong Afrigo door een brandende hoepel heen. En liet met een brul zijn tanden zien. Applaus, dames en heren, voor deze bloedstollend gevaarlijke truc. Maar dit was nog niets vergeleken met wat u nu te zien gaat krijgen. Een groot applaus voor de sterkste opa van Spanje, dames en heren. Opa Arturo. Pedro roffelde op zijn trommel. Opa Arturo spande zijn spieren. Ademde diep in en tilde alsof het niets was. Afrigo hoog boven zijn hoofd uit. De mensen trappelden op de banken en floten hard op hun vingers. Stilte, stilte, rustig, rustig, lieve mensen. Dit was nog lang niet alles. Kijk maar eens naar boven. Hier zijn de trapezewerkers. Op het touw stond Afrigo met Kleine Klaas op zijn rug. Langzaam schuifelden de twee circusartiesten over het touw. De mensen hielden hun adem in. En toen Afrigo en Kleine Klaas veilig aan de andere kant waren, sprongen de mensen juichend op en klapten ze om het hardst.
Hooggeëerd publiek, bent u nu klaar voor de grappigste show van het jaar met de twee beste clowns van deze planeet? Een warm applaus voor Kleine Klaas en zijn ezel, Abrigo! Kleine Klaas stond met een enorme slagroomtaart in zijn handen. In de piste lag een bananenschil. Abrigo rende naar Kleine Klaas om hem te waarschuwen. Oh, was dat maar goed gehad! Kleine Klaas gleed uit over de schil en met een grote boog vloog de enorme taart hoog de lucht in. Kabang, kaboom, botsing! Ze knalden tegen elkaar aan en de taart viel precies op hun hoofd. Het publiek gierde van het lachen en klapte en juichte zo hard dat ze het helemaal in Madrid konden horen. Toen het publiek tevreden naar huis was, bedankte de circusdirecteur al zijn artiesten. Oma en opa Nino, bedankt. Opa Arturo, wat een geweldig sterk optreden heeft u laten zien. Fantastico, bellissimo. Ja, en natuurlijk Abrigo, Pedro en Kleine Klaas. Hey, waar zijn die jongens nou? In het dorp, hoog op de daken, speelden de drie vrienden dat ze echte circusartiesten waren. En eerlijk is eerlijk, eigenlijk waren ze dat ook. Kleine Klaas, kleine baas. Werd later toen hij groot was, Sinterklaas. Kleine Klaas, kleine baas. Werd later toen hij groot was, Sinterklaas. Grote boek van Kleine Klaas. Maan, roos, vis, koek, dreunde de klas in koor. Juf Rosita keek trots de klas rond. Wat kunnen jullie al goed lezen? Wie kan koek schrijven? Kleine Klaas stak zijn vinger op. Ik en juf. Kom maar naar het bord, Kleine Klaas. Juf gaf hem een krijtje. Deed het krijtje toen Kleine Klaas koek op het bord schreef. Goed zo, Kleine Klaas, zei juf. In één keer goed. Buiten sloeg de klok 4 uur. Zo, dat was het weer voor vandaag, lieve kinderen. Nog één ding. Juf wees op de kalender die aan de muur hangt. Morgen is het feest. En weten jullie waarom? Nee, brulde de klas. Morgen is de koning van Spanje jarig. Hoe weet u dat, juf? Vroeg Pedro. Nou, dat staat op de verjaardagskalender. Zo kan niemand het vergeten. Dat is handig, dacht Kleine Klaas bij zichzelf. Tot morgen allemaal, zei de juf. Tot morgen, juf, antwoordden de kinderen terwijl ze de klas uitrenden. Oma zat te wachten in de tuin op Kleine Klaas en Pedro. Daar waren ze al. Hebben jullie trek in een groot glas limonade, jongens? Lekker, oma, riepen de vrienden. En wat hebben jullie vandaag geleerd op school? Woordjes. Zo, en welke woordjes? Maan, vis, koek en roos. Oh, ik ben gek op rozen, zei oma. Vooral op rode rozen. Klaas heeft koek op het bord geschreven, oma, zei Pedro. Wat knap van je, Kleine Klaas. En oma zoende hem op zijn voorhoofd. Zeg, jongens, willen jullie voor mij een paar boodschapjes halen bij de boekwinkel van Morales? Tuurlijk, oma, riepen de twee vrienden uit. Mooi. Ik zal een lijstje maken, zodat jullie niets vergeten. Oma schreef het boodschappenlijstje en drukte het in de hand van Kleine Klaas. Alsjeblieft, tot zo. Pedro en Kleine Klaas sprongen op hun ezeltjes en reden op een drafje naar de boekwinkel. Op de winkelruit van de boekwinkel stond met grote letters: Boekwinkel van Morales. Dat is handig, zei Pedro. Dan weet je meteen wat ze in deze winkel verkopen. De vriendjes gingen naar binnen. Met open mond keken ze om zich heen. Nog nooit hadden ze zoveel boeken bij elkaar gezien. Alle muren van het winkeltje stonden vol met boeken, van de grond tot het plafond. In grote glazen potten zat inkt in alle kleuren van de regenboog. Meneer Morales keek Pedro en Kleine Klaas van achter zijn toonbank vriendelijk aan. Zo jongens, waar kan ik jullie mee van dienst zijn? Kleine Klaas gaf meneer Morales het boodschappenlijstje. We komen boodschappen halen voor mijn oma. Aha, zei meneer Morales terwijl hij aandachtig het briefje van oma bekeek. Hij dacht even na en vroeg: wat is jouw lievelingskleur, Kleine Klaas? Rood, antwoordde Kleine Klaas verbaasd. Meneer Morales keek eens goed rond. Toen zag hij wat hij zocht. Hij pakte een trapje en klom helemaal naar de bovenste boekenplank toe. Daar pakte hij een groot rood boek uit de kast. En toen klom hij weer naar beneden. Alsjeblieft,
Hij legde het boek opengeklapt op de toonbank. Maar er staat helemaal niets in, riep Pedro verontwaardigd uit. Meneer Morales begon te lachen. Ja, dat klopt, Pedro. Goed gezien. Het is dan ook een dagboek. Je moet het boek zelf volschrijven. Kleine Klaas, het is een cadeautje van je oma, omdat je al zo goed kan lezen en schrijven. Hij deed het boek in een tas en stopte er een potje inkt bij. Nou, dag heren, en doe de hartelijke groeten aan je oma. De twee vrienden reden vrolijk naar huis. Ja. Schitterend hoor, Klaas, zei opa het boek bewonderend. Mooi rood met gouden versiersels. Kleine Klaas gaf opa en oma een dikke zoen. Dank u wel, ik ben er heel erg blij mee. Na het eten poetste hij zijn tanden, trok zijn pyjama aan en wenste oma en opa welterust. Het was donker in zijn kamertje en alleen de maan zorgde voor een klein beetje licht. Kleine Klaas stak een kaarsje aan en pakte zijn nieuwe rode boek. Hij doopte zijn pen in de inktpot en met grote letters schreef hij Klaas op de eerste bladzijde. Zo, dacht hij tevreden, nu weet iedereen dat dit mijn boek is. Onder Klaas schreef hij 5, want op 5 december is hij jarig. Maar hoe moest je nu december schrijven? Dat had hij nog niet geleerd op school. Morgen zou hij het vragen aan juf. En dan zou hij ook meteen in zijn mooie rode boek opschrijven wanneer juf Rosita jarig was. Ja, dat was een goed idee. Hij ging alle verjaardagen van zijn vriendjes en familie in het rode boek opschrijven. Dat is handig, want dan kan hij nooit meer een verjaardag vergeten. Net als die kalender van juf. Kleine Klaas gaapte en zijn ogen vielen dicht. Langzaam zakte zijn hoofd op zijn nieuwe boek. En al snel lag hij in een diepe slaap. Hij droomde over boeken en verjaardagen, over lezen en over schrijven. Kleine Klaas, kleine baas. Werd later toen hij groot was Sinterklaas. Kleine Klaas, kleine baas. Werd later toen hij groot was Sinterklaas. Dikke vrienden. Eindelijk, dacht kleine Klaas. De zomervakantie is weer voorbij. Eindelijk mag ik weer naar school. Je hebt er weer zin in, hè, jongen? Zei oma. Heel erg veel zin, zei kleine Klaas. Ik heb Pedro vreselijk gemist. Ja, dat weet ik, kleintje. Pedro is tenslotte je beste vriend. Ja, oma. En weet u, elke dag beleef ik wel een avontuur met Pedro. En je kan zo met hem lachen. Ja, hij is erg grappig, zei oma lachend. Je hebt een lieve, grappige vriend. Ga nou maar vlug, anders kom je nog te laat op school. Veel plezier, zei opa Nino en gaf kleine Klaas een kriebelzoen. Kleine Klaas sprong op de rug van Afrigo en reed naar school. Op het schoolplein was het erg druk. Alle kinderen schreeuwden en renden door elkaar. Juf Rosita stond met een kopje koffie in haar hand bovenop de trap. Hallo, kleine Klaas. Hoe was de vakantie? Erg leuk hoor, juf. Maar ik ben blij dat ik nu weer naar school mag. De vakantie duurde wel erg lang. Juf keek hem lachend aan. En kijk eens wie we daar hebben, kleine Klaas. Hij keek om en zag zijn vriend. Pedro! Pedro en kleine Klaas vlogen elkaar in de armen. Hey Klaas, wat heb ik jou gemist, man. Hoe is het met je? En wat was je lang weg, zeg? Ja, ik was helemaal naar Nederland. Op bezoek bij opa en oma Schenkman, vertelde kleine Klaas. Het was hartstikke leuk. Maar ik heb je wel heel erg gemist, Pedro. Wie wil de bel luiden? Vroeg juf Rosita. Ikke, roept Pedro. Ik ook, gilt kleine Klaas. Juf moest lachen. Nou, doe dan maar samen. En samen luidden ze de bel. Alle kinderen gingen naar binnen. Kleine Klaas en Pedro zaten naast elkaar. Opgelet, kinderen, zei juf Rosita. We gaan beginnen. Iedereen was stil en juf Rosita rolde de kaart van Europa uit. Alle kinderen vertelden waar ze deze vakantie geweest zijn. Juf wees op de kaart aan waar Nederland ligt, want daar woonden de opa en oma van kleine Klaas. Het was weer hartstikke leuk op school en de tijd vloog voorbij. De tijd vliegt altijd als je het leuk hebt. Pedro liep naast kleine Klaas de school uit. Ga je mee, Klaas? Fluisterde hij geheimzinnig. Tuurlijk, antwoordde kleine Klaas. Waar gaan we naartoe? Ik zal je mijn nieuwe geheime plekken laten zien, maar je moet me wel beloven dat je het tegen niemand verklappen zal. Ik beloof het, zei kleine Klaas plechtig.
We gaan eerst naar de kerk. Daar zal ik je wat gaafs laten zien, zei Pedro. Eenmaal op weg liepen ze langs de winkel van de oom van Pedro. Hij is bakker. Daar kregen ze allebei een grote zak met pepernoten. Lekker hoor. Bij de kerk slopen ze langs de dominee die in de tuin lag te slapen. Pedro trok de dikke piepende deur voorzichtig open. Shh, kleine Klaas. Gelukkig snurkte de dominee gewoon door. Het was een hele klim naar boven. En hijgend van inspanning stonden ze uiteindelijk helemaal boven in de toren. Jamie, nee, wat een mooi uitzicht, riep kleine Klaas. Ze konden het hele dorp zien en zelfs de haven aan de voet van de berg. Kijk, daar. Pedro kauwde op een pepernoot. Je kan zelfs de stoomboot van opa Arturo zien. Nou, het lijkt wel een speelgoedbootje. Kleine Klaas keek zijn ogen uit. Wat een geweldige plek is dit, Pedro. Ja, en ik heb nog een plek gevonden, zei Pedro geheimzinnig. Moet je daar eens kijken. Zie je die waterval? Kleine Klaas keek naar de plek die Pedro aanwees. Ja, ik zie hem. Daar bij het meertje achter het dorp. De waterval kletterde van de berg af en kwam uit in een klein meertje. Kom op, we gaan zwemmen. Pedro had zijn kleren al uitgetrokken en met een reusachtige plons sprong hij in het frisse water. Kleine Klaas gierde het uit van de lach. Wat een leuke vriend heb ik toch. Snel kleedde hij zich ook uit en met een bommetje kwam hij naast Pedro terecht. De vrienden maakten veel plezier en zagen daardoor niet dat een hongerige geit hun kleren had ontdekt. Hij kauwde op de broek van Pedro en even later knabbelde hij ook tevreden op het t-shirt van Kleine Klaas. Toen de jongens even later onder de waterval stonden te douchen, zagen ze waar de geit mee bezig was. Hé, wat ben jij aan het doen met onze kleren, stoute geit? Gilde ze. De geit schrok zich een hoedje en rende weg met de twee onderbroeken van de jongens in de bek. Wat nu, Pedro? Zei kleine Klaas Sip. De geit heeft al onze kleren opgegeten. Pedro keek eens goed rond en ineens zag hij de lege pepernootzakken liggen. Ik heb een heel goed idee. Na kunstig geknutsel liepen de jongens trots met hun onderbroeken gemaakt van pepernootzakken door het dorp. Oma schudde van het lachen toen ze de twee vrienden binnen zag komen. Wat hebben jullie nou weer gedaan? Aan de keukentafel vertelde ze oma het hele verhaal. Nou, die geit zal vanavond wel buikpijn hebben, zei oma lachend. Toen kleine Klaas die avond in zijn bed lag, viel hij met een glimlach om zijn mond in slaap. Morgen zou hij Pedro weer zien en dan beleven ze vast weer een nieuw avontuur. Kleine Klaas, kleine baas, werd later toen hij groot was Sinterklaas. Kleine Klaas, kleine baas, werd later toen hij groot was Sinterklaas.